ik heb uit thema E van onze sport een zwarte legging met een witte streep achteraan gedaan. Heel tof te combineren met een lange witte blouse. We hebben die in het wit en in het zwart in ons nieuwste thema. Gecombineerd met de débardeur erover en zo heb je een leuke outfit. Je kan het ook met een jurk gaan combineren, dus bijvoorbeeld op deze manier. En dan gaat de legging eigenlijk de panty vervangen. Ja, heel tof dat, hoe wil je het goed zien, dat wit detail achter. In dit thema hebben we lange vesten in dezelfde stof van de débardeur. Valt iets losser aan en ook een heel toffe lengte. Onze jas, wit-zwart ook weer gecombineerd. Jullie gaan ook zien van dichtbij, in het materiaal is de pierrepoel ook terug in verwerkt. Dus ik vind het heel knap gedaan. Een makkelijk jasje donsgevoerd. Zo de iets kortere lengte, maar ik vind het een heel tof model. Onze wollen pierrepoel mantel. Een tof model, een rechter model. Ik draag nu maatje 2, dus tailleert iets ruimer. Ik zou hem zelf ook nog maat 3 durven nemen, dat hem toch nog net iets losser valt. Kijk mooi aan de details. De mouw is met leder afgewerkt. Net onder de knie van lengte. Een heel makkelijk tussenjasje. In dit thema hebben we ook de katoenen truitjes, een lange mouw met die gekartelde randjes boven en aan de mouwen. Is zo een dubbel kraagje, die kennen we al wel. We hebben hier ook bij dit thema broeken van de Pants collectie gecombineerd met rekkende taille. En voor onze fans van deze broekjes, dat zijn de zwarte nylonbroekjes en die zijn binnen met gemontoneerd. Dus dat zijn die heel warme, smalle broeken voor de winter. Ja, het zijn broeken waar hier ook veel naar gevraagd wordt. Jurkje had ik jullie net laten zien in de pierrepoel. Twee zakjes, rechtmodel. Dan laat ik gewoon misschien even Deborah outfitje zien, want zij staat hier in de groene tinten klaar voor jullie. Ik heb voor jullie deze kleur uit het thema gekozen. Deze mooie kleur groen. Lekker luchtig blouseje. Ook leuk om met de mouw omhoog te dragen. En ideaal voor deze tijd van het jaar. Wordt het straks wat kouder, dan kunnen we hem heel leuk stylen met deze trui uit dit mooie thema. Wat ik nu voor jullie aan heb is eigenlijk een combinatie met alle prints die jullie terug gaan vinden in dit thema. Ik heb gekozen voor de witte laarzen, de witte hoge laars van Marqueen. Hebben we overigens nog maar 1 paar van, dus bent er snel bij. Het is maat 39. Dan heb ik hem gestyled met het rokje van voren gebreid, van achter polyester. En dan de trui, 100% wol, heerlijk warm, kan ik jullie wel vertellen. Mooie lage boord, vrij laag ook in de hals, daarom stijl ik hem af met een katoenen truitje, ook vanuit dezelfde print. Om het helemaal af te maken heb ik een bodywarmer gekozen, ook uit hetzelfde thema uiteraard, in deze mooie kleur groen. Nou, hoe leuk is dit? Van deze mooie trui hebben we dus ook de cardigan. Gecombineerd met de witte blouse, zwart smal broekje eronder en dan terug de toffe boots eronder. Laarzen komen trouwens op 2,79, die zitten super comfortabel. Dus in dit thema hebben we de trui in het zwart en in het groen. Tof kort truitje, is ook leuk te combineren met die pulletjes onder, dat je toch dat detail van daaruitje terug hebt. Hier hebben we ook onze zachte fluwelen broeken, smalle modellen. En dan hebben we ook ons neopreenpak. Kunnen we afwerken met de sjaal ook zelf in dezelfde print. Voor de dames die graag zwart dragen, nou, daar kan ik mezelf ook toe rekenen, heb ik voor jullie deze outfit gekozen. Om te beginnen een hele mooie rok, echt geweldig. Mooi lang, mooi silhouet zoals je kunt zien. Pak daar dan een leuke grove trui op, is altijd leuk, met een wat ronder model. Wat ik even wilde laten zien aan de rok is dat je hem dus op met een splitje kan dragen aan beide kanten. Misschien dat Frauke nog heel even wil inzoomen op een heel leuk detail van deze rok, namelijk het mooie gaas. Afgestyled met een leuk nylon tasje. Die hebben we er ook nog maar een paar van. Weer een hartstikke leuk outfitje.
Ik heb nu het gele pak aan in de print. De broek is een wide fit. Zit supergoed. Valt goed op maat. Ik heb daaronder, of daarboven eigenlijk de blazer. Met een leuk ritje eronder. Het zit overigens aan elkaar vast. Dus je bent meteen klaar. Mooie brede band langs de benen. Wat weer zorgt voor een mooi afslankend effect. Deze jas kan zeker niet ontbreken bij deze toffe outfit. Binnenkant, zelfde print als het pak. Lekker warm, mooi gebreide mouw. Goed jasje voor zeg maar de maand september, oktober. Leuk tussenseizoen jasje. Hier hebben we ook nog dezelfde blouse als ik aan heb in het zwart. De blouse komt op 199 en heeft hier een heel mooi detail onder. Ook toffe truien, hetzelfde als dit rokje. Dus de voorkant is in die gebreide stof en achteraan is de nylonstof. Heel makkelijk een trui. Dan het legging verhaal. Dus ik heb nu voor de zwarte gekozen. Hier hebben we ook de geprinte legging, bijvoorbeeld bij een zwarte jurktop. Ja, dat is weer de blouse die ik aan heb. Mijn legging is dus dit model. Die streep loopt ook tot hier. Ook heel makkelijke blouses in de Pied de Poule. Dus dun stofje, kan je ook nog met een top gaan combineren. Vestjes, ook met die mooie details, ook hier. En dan hebben we nog het toffe korte rokje. Is dus ook leuk om ja, zelfs weer in deze combinatie te gaan dragen. Doe daar een toffe sweater op. Ik wou het even laten zien. Dus bijvoorbeeld op die manier. Heel leuk setje. En dan als laatste onze nylon truitjes, ook in de Pied de Poule. En onze accessoires, die mogen natuurlijk zeker niet aan ontbreken. Dus we hebben onze sjaals, de dikkere modellen, Pied de Poule met groen afgewerkt. Heel mooi zwart-wit sjaal. En we hebben hier ook de dunnere sjaals, dat zijn de matten, dus die schuiven ook niet zo snel weg. En ook wel een hele leuke om te laten zien zijn onze pitjes. Pitjes die hebben we in zwart-wit en eventueel de groene kleur. En dan ons regenhoedje. Vind ik wel een heel handige. Ik gebruik zelf als ik met de fiets of zo de kinderen naar school ga doen, niet dikwijls een cap. En dan vind ik zo'n regenhoedje ook wel iets heel handig. Dat kunnen we gewoon bij elkaar vouwen, steekt in een handtas. Ook niet elke jas heeft een cap, dus handig ding. En dan, ja, ideale model van de zwarte tas is deze. Crossover, niet te groot, niet te klein. Een modelletje dat bij heel veel mensen leuk gaat staan. Tasje komt op 2,49 €. Awesome!